Vandaag laat ik jullie zien hoe een willekeurige avond uit mijn leven eruit ziet. En deze avond speelt zich af na een bezoek aan het Kattencafé en een afspraak in Hilversum. Nou, ik kom thuis en dan doe ik eigenlijk bijna altijd gelijk mijn haar in een knot. Want ik haat het eigenlijk het gevoel van los haar langs mijn hoofd. En het is al tegen zessen, dus ik besluit gewoon gelijk te gaan kopen. Ik heb een recept gevonden op internet van een soort van courgette pannenkoekjes die er zo ontzettend lekker uitzien, dus ik besluit die te gaan maken. Ook maak ik er een hele simpele salade bij en warm ik nog wat pasta op van de vorige dag. Mochten jullie benieuwd zijn naar de courgette pannenkoekjes, ik zet de link van het recept in de beschrijving. Nou, de laatste tijd kijken wij vaak Orange is the New Black tijdens het eten. Dus we hebben alles geprepareerd op de salontafel, want we hebben nog steeds geen eettafel. Maar goed, het is ook wel lekker als je met z'n tweeën eet om gewoon aan de salontafel te eten. En dan gaan we lekker smikkelen en Orange is the New Black kijken. Ik kom dus altijd op zo'n punt dat ik niet heb opgeruimd tijdens het koken zelf. Dus dat ik al na het koken echt ontzettend veel op te ruimen heb. Normaal helpt Mert er natuurlijk wel mee, maar die moest nu weg vanavond. Dus ik moest alles in mijn eentje doen. Even een lekker muziekje aan, musical muziek, daar kan je lekker mee meezingen. Speed modus aan en de keuken opruimen. En uiteindelijk is het ook helemaal niet zo erg om op te ruimen en schoon te maken. Maar als je ook al lang in de keuken hebt gestaan, dan is het altijd zoiets waar je tegenop kijkt. Kijk trouwens mijn mega lieve sponshouder. Hij komt van Mini in the Box, maar ik moest wel echt veel invoerkosten betalen, dus dat was een beetje jammer. Als dat klaar is, dan ga ik nog even achter mijn laptop zitten, want er is nog een artikel wat ik moet schrijven. Ik nam dit op dinsdag en woensdag, donderdag en vrijdag ben ik in Londen, dus ik moest wel even vooruitwerken voor mijn site. En daarna ga ik nog even wat pakketjes uitpakken die nog in mijn auto lagen. Ik ben zo super chaotisch en vergeetachtig dat door het verhuizen mis ik af en toe pakketjes die dan nog in mijn auto liggen of bij mijn ouders thuis. En deze zijn dus ook al van een tijdje terug, maar ik ga ze toch nog even uitpakken. Het eerste pakketje is een hele mooie kwast van Real Techniques, die ik zeker ga uitproberen. Een tweede pakketje is een bronzer van Essence, maar ook een heel grappig mini Lego flamingo ding, waarvan ik niet helemaal snap waarom ik het kreeg. Maar goed, dat zie je ook een beetje aan mijn verbaasde gezicht. In het derde pakketje zitten allemaal spulletjes van de Body Shop en paaseitjes, want dat heb ik dus rond Pasen gekregen, maar alsnog heel lekker. En hier zitten echt hele toffe dingen bij, die ik zeker ga reviewen. En tot slot, het laatste pakketje is van Hema en ik krijg 2 theedoeken. Kijk, dat is nog eens mooi als je een eigen huis hebt. Dus ook daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ik heb de dag erna een hele drukke dag, dus het is belangrijk voor mij dat ik echt even een don't forget lijstje maak. Met dingen die ik nog moet doen, maar ook mijn koffer die ik in moet pakken voor Londen. Ik wilde proberen om dit niet te huiselijk te maken, maar ja, het is gewoon wat het is. Ik ga eerlijk zijn, ik heb ook nog was opgehangen. We hebben eindelijk een wasrek, dus dan kan ik een beetje normaal mijn was ophangen. Dus dat heb ik nu gedaan deze avond. Ik heb altijd dat ik dan weg moet de volgende dag ergens naartoe en dat al mijn kleding in de was zit. Dus die moest ik nog even wassen last minute. En het was al echt 11:45 of zo, dus het was tijd om tanden te poetsen en mijn gezicht schoon te maken. Nou, over tanden poetsen hoef ik jullie niks uit te leggen. Ik neem aan dat jullie dat elke avond en ochtend ook doen. Ik moet natuurlijk even mijn lens uitdoen. En mijn gezicht schoonmaken. Ik zou willen dat ik jullie kon vertellen dat ik echt een hele uitgebreide routine had. Met erg veel crèmetjes en reinigingsmelk. En echt zoals het hoort, zeg maar. Maar tegenwoordig, of nou ja, de laatste tijd, doe ik het eigenlijk gewoon met een reinigingsdoekje. Mijn huid kan er goed tegen. Ik heb niet zo'n zin op het moment in een uitgebreide routine. Ik heb nog geen goede make-upkast. Dus het wordt even zo gedaan. Dan doe ik wel echt een mega lekkere dikke crème op van Oolaboo. En die naam vind ik heel grappig. Oolaboo, Oolaboo. Dan doe ik mijn bril op en verwissel ik mijn shirt voor een pyjama shirt. Eigenlijk ben ik Hufflepuff, maar Ravenclaw wat hierop staat is ook natuurlijk heel leuk. En dan ga ik naar de slaapkamer. Voordat ik mijn bed inga, kom ik nog 2 buttons tegen die ik graag op mijn jasje wil spelden. Dus dat wordt mijn late night do-it-yourself projectje. Nou, zoals ik net al zei, Mert moest weg, dus ik wens hem even wel trusten via de app. Dan stel ik mijn alarm in en dan is het tijd om te gaan slapen, want het was eigenlijk al later dan ik wilde gaan slapen. Ik probeer een beetje een ritme te krijgen, maar goed, dat lukt niet altijd even goed. Dit was mijn avondroutine van dinsdag 21 april. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en bedankt voor het kijken. Doei doei! Hey, vandaag ga ik je mijn tips geven over alles wat te maken heeft met YouTube. Dus eigenlijk tips voor de beginnende, of misschien al iets meer gevorderde YouTuber. Toen ik begon met YouTube waren er eigenlijk vrij weinig YouTubers.